Nou ja, ik verwacht wel dat we een klapper gaan maken natuurlijk. Hoe groot de klapper is, dat zal vanavond blijken. Maar het is wel heel spannend. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging bracht vandaag haar stem uit in Ockenbroek, een klein plaatsje in de gemeente Deventer. Waar heeft u op gestemd? Het was hard nadenken, maar op de BBB. En op wie? Dat ga ik niet zeggen. Het stemmen ging bijna verkeerd. Het was denk ik inderdaad ook een beetje de zenuw. Ik maakte dat rode bolletje keurig rood, maar ik schoot even uit. Dus dan kwam er een streepje boven dat zwarte vierkantje. En toen zei hij, in principe telt hij dan. Maar ja, denk ja, in principe. Dus ik mocht opnieuw. De peilingen voorspellen grote winst voor de partij. Dat was hem. De stikstofdiscussie heeft toch wel een iets andere wending genomen met ons in de Kamer. Je ziet CDA en VVD zijn toch wat meer gaan meebewegen. En de kentering wat Eerste Kamer betreft. Het gaat natuurlijk om de provincies. Daar zullen we ook gewoon invloed krijgen. En wat het voor de Eerste Kamer en de wetgeving betekent, ja, dat kan natuurlijk wel eens heel anders gaan lopen. Vanavond wordt er feest gevierd door de partij. Wij gaan natuurlijk wel een flink feestje maken vanavond als de uitslagen binnen zijn. En er wordt groot feest, natuurlijk.